Hallo en welkom. Ik ben Rindert. Rindert Gromhout, de beroepsschrijver. Ik werd in 1982 beroepsschrijver. En ik kan je vertellen, daar heb ik een handig trucje voor gevonden hoor. Even wachten, ik schrijf het laatste puntje even af. Waar ging dat ook weer over? Oh ja. Ja, dat is zo. Even kijken. Jo. Nogmaals welkom. Ik zal jullie wat vertellen over mijn geweldig handige techniek. Dat zit zo. Ik schrijf alles op zo'n... Nou, laat ik het toch ook allemaal hier. Oh ja, ik heb het al. Op zo'n handig geel papiertje. Ik zet aan bijvoorbeeld op, ik noem even een dwarsstraat, hè. Even duwt. Zo. Ik zet daar bijvoorbeeld op dus, boekbespreking. Dat scheur ik er dan af. En zodra ik dat nodig heb, heb ik dat natuurlijk weer, hè. En je kan ook zeggen, ja, het is niet zo slim, maar ik vind het zelf wel handig. Soms ben ik zo kwijt en dan vind ik ze op de gekste plekken natuurlijk, hè. Maar dat gebeurt niet. Maar kijk, want soms ben je even kwijt dat je die gewoon nog eentje in je hand hebt, hè. En dan zit je gewoon zo. En dan plots zit die plots op je gezicht natuurlijk. En dan s'avonds in de spiegel ziet, kun je dat pas natuurlijk. Maar goed. En als ik kan bijvoorbeeld zeggen, gewoon van B2, klets, hop. Nou, dat zit dan gewoon. Nou goed, ik zal wel vertellen over mijzelf. Ik ben geboren in, dat valt er nou gewoon in, maar ja, het zal wel. In 1958... ik ben geboren in Utrecht en opgetogen natuurlijk, hè? Je begrijpt het zelf. Ik heb Soldaten huilen niet, dat is een van mijn beste boeken natuurlijk. Heb ik ook al deze biefjes erbij te hangen, misschien toevallig nog eentje. Even kijken hier. Pikkeling de Mijn, dat is natuurlijk het varken, hè? Het varken. En staat hier nou toch even kijken hoor. Nou, ik word genoemd uit de Rimboe, maar dat staat er niet. Oh ja, groeien uit elkaar. Dat vond ik een mooi punt om het erover te hebben. Maar goed, ik ben dus bekroond voor dat boek. Bekroond, zoals dat heet. Met de gouden lijst van de Thea Beckman prijs. Ook erg goed gedaan, vond ik zelf. Schiet me plots iets geweldig te binnen. Even geduld. Politiek. Daar eerder aan heb je. Ik ga snel verder. Oh, tot ziens, hè. Ik zie jullie wel weer.